allemaal, in deze video neem ik jullie mee in het Usability Lab. Want we hebben namelijk op de Amstel Campus in het Theo Thijsenhuis hebben wij een Usability Lab. En zoals je misschien een beetje kan zien is het een soort van woonkamer setting. Waarbij je gebruikers of studenten of docenten hier in de woonkamer setting zetten en kan je testen. Je kan bijvoorbeeld een eye tracking systeem gebruiken waarbij je een website opent. En dan kan het systeem kijken waar de gebruiker of jouw testpersoon op de website naar kijkt. Je kan helemaal zien van A naar B hoe die kijkt, waar die het meeste kijkt, waar die het langst kijkt, etc. En je kan hier ook usability testen doen met personen in een vrije woonkamersetting om de gebruiker op zijn of haar gemak te laten voelen. We hebben hier ook Alexa, dat is een systeem waar je tegen kan praten. How do you say love in French? Love in French is amour. Je kan aan Alexa vragen om een liedje te zingen, om een feitje op te noemen. Je kan Alexa vragen om de lichten aan te zetten, om de lichten uit te zetten. We hebben hier een televisie. We hebben hier achter de huiskamersetting hebben een soort van raam waar je doorheen kan kijken. En dan kan je met een camera kan je zien hoe de testpersoon de test aan het afleggen is. Maar de testpersoon kan niet door het raam weer naar binnen kijken, omdat het een weerspiegelend raam is die maar door één kant te bekijken is. We hebben een microfoon waardoor je kan praten met de testpersoon terwijl de testpersoon in de huiskamersetting is en jij achter het glas bevindt. Kan je klikken op het logo van de HVA? Yes. Het Usability Lab is voor alle studenten te gebruiken. Je moet alleen het Usability Lab wel van tevoren reserveren. Omdat er natuurlijk meerdere mensen gebruik van willen maken en er is er maar één. Dus dan krijg je een pasje. Krijg je dit mooie pasje. En daarmee kan je het Usability Lab openen en kan je het gebruiken tot de tijd dat je het gereserveerd hebt. Wil je ook het Usability Lab reserveren, dan kan je mailen naar het adres die hieronder staat. Kan je een mailtje sturen met wanneer jij graag wil, dan wordt er teruggemaild of het dan beschikbaar is, ja of nee. En dan kan je het pasje opkomen halen bij de docentenkamer op de eerste verdieping van het Theo Thijsenhuis bij Michel Alders. Dit was de video over het Usability Lab. Wil je nou meer weten over het Theo Thijsenhuis? Klik dan hier om de tour door het Theo Thijsenhuis te zien. Wil je geen video meer van ons missen? Klik dan hier. En dan zeg ik voor nu, zoals altijd, ciao!